We staan hier bij de locatie van het Timmerdorp in Sint-Maartensdijk. Een project waar Stadlander een bijdrage aan levert in het kader van de leefbaarheid. En er is Stadlander veel aan gelegen om de leefbaarheid in Sint-Maartensdijk een impuls te geven. 3, 2, 1, in het verleden is Jan van Tilburg met zijn muziek leefd begonnen met een timmerdorp in de oude Radderbannenstraat, bij het oude gebouwtje wat daar nog stond. Daar is hij vol enthousiasme begonnen en het eerste jaar waren er al wat minder kinderen, maar het tweede jaar werd het al heel druk. En moest hij eigenlijk hulp hebben om het houten te krijgen en al dat soort zaken. En tussen de firma weg en monster ingesprongen zijn wij gaan helpen. En die zag dat het wat groot werd, dus hij zei, nou, ik heb eigenlijk wel een heel mooi terrein wat jullie daarvoor kunnen gebruiken. En sindsdien zijn wij toen als de dorpstafel, nu als evenementencomité, al 8 jaar bezig met het organiseren van Timmerdorp. De eerste dag is het alleen timmeren, maar we proberen altijd de tweede dag in ieder geval in de avonturen wat te doen. En zoals je van het jaar ook ziet en wat we vorig jaar gedaan hebben, hebben we een fietsclinic. Een paar mensen komen laten zien hoe je met een BMX-fiets allerlei leuke dingen kan doen. De kinderen kunnen zelf een keer proberen. Nou, als we daarmee klaar zijn, dan doen we nog een dikke bandenrace voor de kinderen. En dat is heel mooi, want die wordt in samenwerking met de provincie Zeeland wordt dat allemaal geregeld. Vrijdag is altijd het zwembadgedeelte. Dan gaan we 's morgens lekker om 10 uur zwemmen. Dan gaan we van die leuke zwembadspelletjes erin zetten. En buiten het feit dat we hier altijd een gezonde hap hebben, als we zeggen met de boterhammen, hebben we bij het zwembad altijd een vette hap of een hamburger of een worst. En daar kunnen ze lekker van smullen morgen. Dus dat vinden ze hartstikke leuk. Waarom doe jij mee aan dit timmerdorp? Ik vind het heel leuk om te timmeren en om te bouwen.